on ne peut quand même pas nous accuser de ne pas avoir fait d'économie. Je vous rappelle que l'assainissement qu'on a fait ces dernières années, c'est 22 milliards d'euros. C'est le plus gros assainissement qu'on ait fait depuis extrêmement longtemps. Ja, maar dat zijn van die fantoombesparingen. Ik zal u eens uitleggen hoe dat van 22 miljard komt. Je hebt de gezondheidszorg en die mag 3% boven de index stijgen. Daar doen ze 750 miljoen af. Dat is geen besparing, hè? Je geeft gewoon iets minder uit dan dat je veel meer wou uitgeven. Volgend jaar springt die 750 er terug bij, want die staat in de wet. Dat zijn die klikfondsen van de PS in de wet. En je doet die er terug af. Je hebt weer 750 bespaard, volgend jaar weer. En dan hebben ze zowel 2 miljard bespaard. Maar zo kan ik veel besparen, hè? Ik kan 1000 miljard hoe besparen. Hoe betaalt u de pensioenen? 1000 dan? Miljard besparen op 5 seconden. Ik vraag 1000 miljard bij. 1, 2, 3, 4, 5 moet ze niet hebben. Voilà, ik heb 1000 miljard bespaard. Maar zo kun je heel veel besparen, hè? Heel veel, hè? De realiteit is dat uw deficit is met minder gedaald dan dat je de fiscale inkomsten hebt laten stijgen. Ik weet niet of u de kranten vandaag gelezen hebt. De fiscale druk staat op het hoogste pijl ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. En dan lees ik uw programma. Er staan geen besparingen in, er staat geen sanering in. Dat vinden we heel belangrijk. Geen enkel hoofdstuk, geen woord staat erover in uw programma. Wat heb ik wel gelezen? 7 miljard nieuwe sociale uitgaven bovenop de index. Ik neem aan dat u het tekort nog wilt toerijden. Dat is dan 17 miljard. Die de PS moet doen. Als u dat gaat doen met de race en belastingen die u wel hebt gevonden, dan stijgt het overheidsbeslag naar boven de 57%. Dan zit je nog 43% verwijderd van de Sovjet-Unie, maar daar doe ik dus niet aan mee. We zijn 2014. Ik zie een aantal maatregelen. In de pensioen gaat dat 0,1% geven, de hervorming van deze regering, BBP. Vergrijzingskost gaat naar 9% BBP. Okay. Aan dit tempo gaan we er niet komen. Nee, dus we zullen moeten ingrijpen. En hoe langer je wacht, des 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 nadeel, les dépenses de la hoe zwaarder sociale, dat het wordt. Ça va beaucoup mieux pour payer les pensions. Ça, c'est sûr, ça va être plus efficace. En gelant les dépenses de la sécurité sociale, ça va être beaucoup plus facile de payer les pensions. Nee, het zal u wel dwingen om de tering naar de nering te zetten, want als u nu echt gelooft dat je in het jaar 2000 45 miljard uitgeeft aan de sociale zekerheid, 2010 75 miljard, en dan moet de vergrijzing nog beginnen, dat wij dat gaan kunnen volhouden, dan bent u de meest asociale politicus die ik ken. Socialistisch, maar niet sociaal. C'est là que je le connais, votre petite rengaine, on la connaît. Goed. Als er een federale regering gevormd wordt, terug met een Vlaamse minderheid, dat maakt u niet zoveel uit? Mais ça ne nous regarde pas. Je pense que dans un gouvernement, si les groupes flamands décident d'entrer dans un gouvernement avec ou sans majorité, c'est la question qui les concerne. On doit constitutionnellement avoir une majorité globale. Moi, je souhaite, évidemment, c'est préférable qu'il y ait une majorité dans les deux groupes linguistiques, mais si les partis décident de le faire sans, eh bien, c'est évidemment leur choix et leur liberté. Hier ziet je het séparatisme pur sang. Dat je dat durft, de meerderheid van uw gemeenschap, de meerderheid van uw land, de meerderheidsgemeenschap, die 83% van de export doet, die uw transfer bepaalt, zeggen, die interesseren mij niet, dat ze het regelen. Ik ga gerust met een minderheid en met mijn linkse partners, die blijven eeuwig aan de macht, ook al alle die geen stemmen in Vlaanderen. En haal inderdaad, ja, haal de groenen er nog bij. Haal de groenen er nog bij. Het zal inderdaad nog meer aansluiten bij de consensus die zich aan het vormen is in Vlaanderen, waar we naartoe moeten. Dat je zoiets durft. Ik gebruik dat heel vaak in het buitenland om uit te leggen hoe we ervoor staan. Als ik aan mijn Engelse vrienden uitleg, stel u voor dat die Schotten geen Engels spreken, dat die eigen partijen, eigen pers hebben, en dat jullie morgen wakker worden in een regering met meer Schotten dan Engelsen die jullie meerderheid niet steunen, dan vallen die achterover. Die begrijpen dat gewoon niet. Die begrijpen dat gewoon niet. Stel u voor dat de conservatieven in Engeland samen 75% van de stemmen structureel halen. Waar krijgt elke keer een centrum-linkse regering omdat alle Schotten voor de socialisten stemmen? Die begrijpen dat niet. Dat is separatisme pur sang wat u hier preekt. Separatisme pur sang. C'est ce que vous avez essayé de faire. Ik vond de prestatie van Bart De Wever ijzersterk. Heel factueel, heel gevat. Een aantal goede argumenten in het, van de analyse. Dus ik vond het wat we van hem gewoon zijn eigenlijk. Ik vrees alleen dat de verdeeldheid die er bestaat alleen maar groter is geworden. Dus ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat het twee politici zijn toch een beetje uit andere landen in zekere zin. Dus het is, elke politicus is echt een heel andere wereld. Dus het is inderdaad wel moeilijk, denk ik, voor die twee elkaar te ontmoeten. Maar ik vond het wel een goed debat.